Goeie vooravond, moet ik zeggen. Je ziet het hier buiten. Het is aan het schemeren. We zijn ongeveer 5:30. Mijn naam is Peter Mast. Ik ben docent binnen de Erasmus Hogeschool Brussel in het departement MM. Hoofdzakelijk werk ik binnen de opleiding journalistiek en ook een deel van mijn tijd werk ik binnen de opleiding Communication Management. Maar zoals gezegd, dus hoofdzakelijk binnen journalistiek. Daar ben ik nu ongeveer, niet ongeveer, 8 jaar fulltime actief. Enkele jaren voordien was ik al gastdocent, maar dus eigenlijk, ik ben momenteel mijn 9e jaar fulltime actief binnen de Erasmus Hogeschool Brussel. Met heel veel plezier deel ik mijn ervaringen en de manier waarop ik op dit moment probeer te werken. Zowel binnen mijn eigen vakken, maar eigenlijk ook een beetje binnen de opleiding journalistiek. Want 3 jaar geleden kozen we effectief om Canvas te gebruiken en wij binnen de opleiding journalistiek zijn daar heel blij om. En na het eerste jaar met heel wat groeipijnen hebben wij ervoor gekozen om heel uniform te werk te gaan. En die uniformiteit vind ik persoonlijk heel belangrijk en die had ook tot gevolg dat we op een redelijk makkelijke manier, als dat kan, konden overstappen in maart binnen de COVID-19-situatie op afstandsonderwijs. En heel graag wil ik dat tonen. Wat ik jullie graag wil laten zien is eigenlijk hoe ik zelf mijn vakken organiseer binnen Canvas en meer specifiek dan binnen het kader van afstandsonderwijs. Binnen de situatie waarin dat we momenteel terechtgekomen zijn. Ik zal hiervoor gebruik maken van 2 vakken. Media 1, een eerder theoretisch vak, waarin ik aan de eerstejaarsstudenten probeer uit te leggen hoe het medialandschap in elkaar zit. Een vak dat anders een soort van hoorcollege is, wekelijks georganiseerd. En een tweede vak is journalistieke technieken video 2. Ik vertelde dat ik 8 jaar actief ben binnen de school. Ik heb natuurlijk ook een ander verleden. Voordien werkte ik binnen TV Brussel, waar ik een carrière van ongeveer 18 jaar gehad heb. Dus ik ben eigenlijk een televisieman die altijd een hart voor onderwijs gehad heeft. En dus heel blij was toen ik 8 jaar geleden de volledige overstap zette naar de Erasmus Hogeschool. Dus graag gebruik ik eigenlijk deze 2 vakken, Media 1 en Journalistieke Technieken 2. Maar eerst wil ik iets anders laten zien. Het Word-document dat je hier ziet van hoe je vak modulair organiseren binnen Canvas, handleiding stap voor stap, is eigenlijk een document dat we intern binnen de opleiding Journalistiek gebruiken. En waarbij we eigenlijk, om het negatief uit te drukken, alle docenten verplichten om elk vak modulair te organiseren. Ik noem het persoonlijk mijn IKEA-cursus. De doelstelling is dat eigenlijk dus iedereen het vak op dezelfde manier organiseert. Dit op basis van modules, waarbij dat voor de studenten alleen modules zichtbaar zijn, geen bestanden of pagina's. Natuurlijk kan dit binnen een module zelf wel. En dat ook de route die de student ziet beperkt is. Een andere afspraak is dus eigenlijk ook dat de startpagina modulair georganiseerd is met bovenaan steeds de laatste 2 aankondigingen. Dus zoals ik net zei, dit is een document dat alle docenten moeten volgen, waarbij ik hen dus eigenlijk stap voor stap begeleid van hoe moet ik mijn cursus modulair organiseren. Na 1 jaar, na de groeipijnen, zagen we dat daar toch wel een probleem was. En op dat moment hebben we gezegd van oké, we willen dat binnen de opleiding journalistiek alle vakken op dezelfde modulaire manier georganiseerd zijn. En dus we waren heel blij dat we dus Canvas hadden om dit ook te kunnen doen. En het eindresultaat van die modulaire organisatie zie je hier. Ik ben nog altijd bezig binnen mijn document. Waarbij we de cursus hebben die modulair georganiseerd is, waarbij de startpagina steeds de modules weergeeft en bovenaan bevinden zich de laatste 2 aankondigingen. En zoals we daarnet al zeiden, heel belangrijk is dat bestanden of pagina's verborgen zijn en dat die alleen toegankelijk zijn binnen de modules. En heel blij waren we ook dat de studenten zelf stelden dat dit een enorme verbetering was met de tussen aanhalingstekens chaos die er voordien was.
Graag bespreek ik nu twee vakken dus, media 1 en journalistieke technieken video 2. Ik ga even media 1 openen en zoals je ziet, de modulaire organisatie, de startpagina is modulair. De laatste twee aankondigingen binden zich bovenaan en dus ik organiseer eigenlijk mijn lessen op een modulaire manier. Heel belangrijk, ook een afspraak binnen de opleiding journalistiek is dat naast de ECTS we ook steeds een studieinformatiefiche. Eerste module is de studieinformatiefiche, waarin we dus uitleggen aan de studenten wat het vak eigenlijk concreet inhoudt. En sinds COVID-19, de tweede module is dus steeds een module afstandsonderwijs, is eigenlijk de digitale klasomgeving. Dit is in elk vak zo, waarbij het dus eigenlijk voor de student heel gemakkelijk is wanneer hij afstandsonderwijs moet volgen van thuis uit, van hoe treed ik toe tot de digitale klas, is eigenlijk eenvoudig van het gewoon klikken op de digitale toegang en op dat moment zit de student dus zelf in die digitale klas. Ik ga toch even een voorbeeldje geven. En zoals je ziet, zal de student deelnemen aan die digitale klasomgeving. Terug over naar Canvas. Eerste module de STIF, tweede module afstandsonderwijs. Stel mezelf even voor. Dit is een beetje een spielerij, een podcast die ik zelf maak, waarbij ik dus eigenlijk na elke les in een discussieforum de studenten de mogelijkheid geef om wat denkt u dat meneer Mast interessant vindt voor een examenvraag. En daarover maak ik dan steeds een podcast, waarbij dus eigenlijk binnen die podcast ik steeds bespreek welke examenvragen ik effectief zou kunnen weerhouden. Maar zoals gezegd, dit is steeds afkomstig van de input die ik zelf krijg van de studenten. Ik probeer de studenten te motiveren om de lessen zo goed mogelijk aandachtig te volgen en dus in het discussieforum dus ook zelf mogelijke examenvragen door te spelen. Terug over naar de module en ik stel voor dat ik de module van mijn laatste les bespreek. Je ziet hier module 2b, digitale les van 10 november. It's the economy, stupid, bedreigingen en opportuniteiten die we binnen het mediabedrijf vandaag de dag vinden. En zoals je ziet, ik gebruik intens. Dit is dus een les die ik synchroon gekoppeld aan asynchroon geef. We spreken af om 9 uur op dinsdag. Waarbij we allemaal samenkomen. En het eerste gedeelte van de les heb ik eigenlijk een Kahoot-quiz georganiseerd, waarbinnen ik dus eigenlijk in deze Kahoot-quiz zowel de actualiteit overloop. Media is een vak dat zich daar heel sterk toe leent. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat ik terugkoppel naar de les die dus vorige week of vorige keer plaatsvond, om te zien in welke mate dat de student wel degelijk begrepen heeft wat ik in de vorige les besproken heb. Dus je ziet van, ik stel een Kahoot-quiz. Het was dit keer, het waren 20 vragen, waarbij we enerzijds de actualiteit bespraken en anderzijds terugkoppelen naar de les van vorige week. En dit doe ik eigenlijk live. Het eerste deelte van de les en dit binnen een Kahoot-quiz. Wanneer we die Kahoot-quiz uitgespeeld hebben, en eerlijk is eerlijk, studenten vinden dit een heel aangename manier om de actualiteit te overlopen. Dit is examenstof natuurlijk, maar ook terug te koppelen naar vorige les. Dan krijgen we een asynchroon gedeelte, waarbij we dus, zoals je hier kan zien, verschillende modules te zien krijgt. En binnen die modules, de student heeft dan ongeveer 1 uur de tijd. En je ziet het, ik heb dan verschillende videolessen gemaakt, die soms zelfs heel kort zijn. Een videoles wordt gecombineerd met een opdracht. Hierbij gebruik ik zowel discussies binnen Canvas, maar gebruik ik ook het softwareprogramma Padlet. En Padlet, voor de mensen die het niet kennen, is een digitaal platform waarbij studenten zowel tekst, audio als video gratis kunnen publiceren. Het plezante hierbij is, ik stel vast dat studenten het heel leuk vinden om met elkaar in interactie te gaan, al is het van op afstand. Terug over naar de module. Opnieuw, steeds hetzelfde. Ik begin altijd met een videoles, waar ik een aantal zaken dus eigenlijk probeer uit te leggen.
Die videoles die mondt uit in een opdracht of een discussieforum, waarbij ik op dat moment heel graag gebruik maak van bijvoorbeeld Padlet. En we spreken dan ongeveer een uurtje later terug af, synchroon, allemaal samen binnen onze digitale lesomgeving, waarbij we dan een aantal problemen kunnen bespreken, vragen die er zijn, enzovoort enzovoort. Niet alleen binnen het vak Media 1 werk ik op deze manier. Heel graag neem ik je even mee naar het vak Journalistieke Technieken Video 2. Dit is de tweedejaars en dit is dus eigenlijk een vak dat ik volledig asynchroon organiseer. Waar ik dus modules schrijf, waarbij dat de studenten zelf deze modules doorlopen. En opnieuw stel ik voor dat we de les even bekijken die we de laatste keer gezien hebben. Dus dit is een asynchrone les met, waarbij de les een module bestaat. In deze module vind je verschillende pagina's, vind je opdrachten, vind je toetsen. Op het einde probeer ik ook altijd feedback te organiseren. Toch even kijken. Een asynchrone les, dus hier. Studenten, welkom in deze nieuwe Digitale digitale les. les. Heet ik dus de studenten steeds welkom. En opnieuw, het is voor de student dus eigenlijk heel gemakkelijk om deze les te volgen. Wat ik daarnet al zei, het is heel belangrijk om daar steeds opdrachten aan te koppelen, toetsen aan te koppelen, opdat de student ook weet dat zij of hij wel effectief de verschillende opdrachten of de verschillende zaken wil doen. Ik gebruik videolessen, maar ik gebruik evengoed pagina's om daarbinnen eigenlijk heel wat materiaal door te geven. En ik probeer ook steeds filmpjes te gebruiken om dit te illustreren. Ik ga nog even verder. Hierbij zie je dus eigenlijk ook, ik ga een opdracht geven. Ik leg uit van shot naar sequence, van hoe dus eigenlijk te werk moeten gaan. Dit is eigenlijk allemaal materiaal dat door de student bekeken moet worden, bestudeerd moet worden. En hier illustreer ik dus eigenlijk de content, de leerstof aan de hand van verschillende voorbeelden. En dit alles eindigt dan in een opdracht, waarbij ik dus aan de studenten vraag om bepaalde zaken in te dienen. En dit dus eigenlijk via SpeedGrader voor mijzelf dan nadien op een heel gemakkelijke manier te kunnen verbeteren. Heel concreet zie je hier het voorbeeld van een opdracht. Opnieuw, dit is een asynchrone les. Dit doen ze dus zelf. Ik bekijk en ik geef dus steeds feedback voor de verschillende studenten. Dat kan kort zijn, top, maar dat kan ook iets uitgebreid zijn, goed gedaan enzovoort enzovoort. Zelf vind ik het ook belangrijk van, om zelf feedback te krijgen en je ziet van graag wil ik dit nog van je weten, waarbij ik dan dus eigenlijk aan de student vraag van wat vond je zelf van deze les? En daar kan je dan eigenlijk heel gemakkelijk te weten komen wat studenten hier zelf van vonden. Ik vraag van hoe lang ben je er bezig mee geweest? Anderhalf uur tot 2 uur, dus eigenlijk een lesblok van 2 uur. En ja, een beetje pokkerig, maar ik krijg daar eigenlijk heel veel positieve resultaten. Ik ben een fan, de vrijheid die we krijgen, de meerwaarde van tekst en video en het evenwicht dat we hier door krijgen. Nog even een ander voorbeeld van feedback van opnieuw, iets meer dan een uur. De feedback is meestal van dat ze dus de manier van synchroon, asynchroon en vooral de afwisseling tussen videolessen, tussen zelfstudiepakketten, de toetsen en de opdrachten die erin zijn, dat is toch wel heel interessant. Om samen te vatten, dus wil ik zeggen dat ik dus persoonlijk heel erg voorstander ben om alle cursussen binnen een opleiding op eenzelfde modulaire manier te organiseren, zodat de student heel gemakkelijk weet waar wat staat. Om digitaal onderwijs te organiseren, denk ik dat het ook heel interessant is om ook daar een module digitaal afstandsonderwijs voor te organiseren. Ik ben zelf een voorstander voor
synchroon onderwijs te organiseren, maar niet 2 uur aan een stuk waarbij de docent babbelt. Zoals je zag in mijn vak van het eerste jaar, zien we elkaar het eerste half uur met een Kahoot-quiz. Vervolgens eigenlijk een uur asynchroon. En ook bijvoorbeeld voor de les van het tweede jaar, een volledige asynchrone les, gebruik ik steeds een afwisseling tussen videolessen, 5 minuten, 10 minuten, steeds gekoppeld aan opdrachten en toetsen. Zodanig dat dus eigenlijk er een soort van flow in zit. Tot mijn aangename verbazing, zal ik zeggen, hebben studenten geen enkele probleem mee om eigenlijk doorheen die verschillende modules, die overgangen van lesblok naar opdracht, naar toets, naar opnieuw lesblok te maken. Eigenlijk zit dat zeer goed. En ik steek zelf redelijk veel tijd in het verbeteren van de opdracht en het steeds feedback geven persoonlijk aan de studenten om eigenlijk iedereen toch erbij te houden. Zo, dit is een beetje mijn input. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. En tot ziens!